Dames en heren, wij stellen u voor het allernieuwste kabinet. Amai, amai, amai. Amai. Amai, amai, amai. Meneer Martens, wij kunnen ons voorstellen dat er bij de installatie van uw vijfde regering een flink glas is geheven. Wat waren op dat moment de meest gebruikte woorden? Ein Prosit, ein Prosit, der Gemütlichkeit. Ein Prosit, ein Prosit, der Gemütlichkeit. Meneer Eyskens, als minister van Economische Zaken doet u natuurlijk al het mogelijke om ons land weer uit de put te halen. Hoe ver denkt u dat we op dit moment staan? We zijn er bijna, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal. We zijn er bijna, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Meneer Leo Tindemans, als minister van Buitenlandse Zaken komt u bij galas en banketten met veel buitenlanders in contact. Kunt u ons zeggen, vooral omdat het dan niets kost, wie er op zo'n moment het meeste achter de kiezen slaat? Ja, dat is het een en ander, dat is niet zo schrander. Zo is dat, kan niet missen, de Nederlander. Ja, dat is het een en ander, dat kan geen ander. Je kunt je niet vergissen, het is een Hollander. Het is een Hollander, ja, dat is het een en ander. Ja, 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 had ik het niet gedacht. Meneer de Keersmaker, als staatssecretaris van Landbouw bent u natuurlijk begonnen met het afleggen van bezoeken aan landbouwers en veehouders. Kunt u ons één ding noemen wat u daarbij bijzonder is opgevallen? Er zat een koe in de kantine, de kantine. Zoiets had ik nog nooit gezien, nooit gezien. En ze loeide, doe me een plezier en geef me nog een pintje bier. En naast haar zat een oude bok, oude bok. Die riep, ik hou wel van een slok, van een slok. Dus de waard die toch net bezig was, die tapte hem een stevig glas. En het bokkie dat zei, 1, 2, 3, zauven! Santé, meneer De Croo. Als minister van PTT zult u ook wel naar de radio luisteren. Wat valt u dan het meeste op? Een piraatje hier, een piraatje daar. Ja, de lucht zit vol piraten. Hun muziek weer klinkt al zo menig. Ja, ja, de lucht zit vol piraten. Ja, als je dat maar weet. Meneer De Klerk, u als minister van Financiën wenst zich natuurlijk dat alle Belgen trouw en eerlijk hun frenkjes aan de schatkist zullen betalen. Wat zou volgens u de ideale reactie zijn van de mensen bij ontvangst van hun aanslagbiljet? Als de lente komt, dan stuur ik jou briefjes van 1000 frank. Als de lente komt, dan krijg je gauw briefjes van 1000 frank. Wanneer jij dat vraagt, betaal ik graag briefjes van 1000 frank. Van die mooie, van die dure, die wil ik jou toch graag sturen. Ja, ja, dat zou schoon zijn. Heren ministers, tot slot nog een algemene vraag. Als het, ondanks uw goede wil en voornemens, toch weer misgaat met dit kabinet, wat zult u dan ten afscheid aan het Belgische volk willen zeggen? Het is mooi geweest, het is mooi geweest, het is drommels mooi geweest. Maar als het dan niet anders kan, beginnen we nog een keer van voren af aan. Het is mooi geweest, het is mooi geweest, het is rommels mooi geweest. Amai, amai, amai.